Hi Vissen, welkom bij je wekelijkse intuïtieve diepe tarot reading met Annemiek van Tarot en Zo. Deze legging ga ik beginnen met een nieuw kaartspel. En dat wordt dan het thema waar je deze week mee te dealen hebt. Onderliggend, onbewust. Nee, niet meer onbewust dus na deze clip. Want dan weet je het. Yes, dit is een duidelijke kaart. Balanceren. Die heb ik eerder gehad. Ik ga even spieken op mijn lijst. Misschien heb ik die aantekening gemaakt. Kijk maar even naar de kaart ondertussen. Dan kijk ik even naar mijn lijst. Nee. Ik zie... Nee, heb ik dat heb ik dan juist weer niet opgeschreven. Misschien schiet het me zo meteen te binnen. Want mocht je ook positie hebben in dat sterrenbeeld, dan is het allicht interessant om daar naar te kijken. Ja. Leeuw. Ging over leeuw. Ja, als je iets groots in leeuw hebt staan. Yes. Even checken. Ja, leeuw. Ja. Zeker als je ook het idee hebt dat mensen op jouw hart hebben getrapt. Oeh, een heleboel. Kijk naar leeuw. Zelfs als je niks in die positie hebt. Kijk naar leeuw. Kijk naar de leeuw. Leeuw. Ik maak even aantekening. Yes. Ik ga meteen naar right away. Balanceren kan natuurlijk 3000 dingen betekenen. Jij hebt in je dierenriem symbool twee vissen. Libra heeft twee schaaltjes. En uiteraard trek ik een kaart met twee. Deze gaat dus over balans. Deze gaat over je richting vinden. Over een bepaalde weg vinden. En dat dan met helderheid, met frisheid, met nieuw. En met kracht, met nieuwe kracht. Hoe vind je de gordijnen? Tenminste, het lijken gordijnen, ja. Voor sommigen van jullie is er te snel een balans gekomen. Je bent te snel misschien wel het spirituele pad opgegaan. Of je bent te snel in een relatie gedoken. Je bent te snel in een bepaalde baan blijven zitten. Heb te snel een nieuw contract of een contract getekend. Deze kaart gaat ook over te snel. Uiteindelijk staat hij voor overwinning. Er komt overwinning in een balans, in jouw situatie. Echter. Even een kaart trekken. Je dacht dat je door je met die persoon, door je te verenigen met die persoon of die groep of dat project, dat je meer in evenwicht zou komen. Misschien dat je dan dus beter je tijd zou verdelen tussen jouw tijd, me time, en het project, de baan. Maar dat bleek dus helemaal niet zo uit te vallen. Dit is waar je momenteel staat. Staaf 2. Ik zit even in te voelen, even te wachten tot er iets wil spreken. Gesproken wil worden. Je weet eigenlijk wel dat zelfs als er weer een overwinning gaat komen, een nieuwe man, een vervolg van de relatie, toch weer bij elkaar komen. Als deze man vertrekt door scheiding, door emigratie, door sterven, er komt wel weer een nieuwe man waar ook ellende mee zal zijn. Of waar dit patroon bij zou komen, of waar je geluk mee vindt, maar dat die toch uiteindelijk sneller weer weggaat dan jij wil. Deze kaart, die zegt dat je weet, en je bent vissen, dus wat ik nu ga zeggen, kan jij intuïtief oppakken. Jij weet dat wat er ook gaat komen in de toekomst jou geen vervulling gaat brengen. Net zo min als dat wat er nu op dit moment is ook niet doet. En teruggaan in herinneringen, ja, dat is niet het echte leven en daar word je ook niet happy van. Want daar liggen weliswaar mooie dingen, maar daar liggen ook akelige dingen.
Dus daar hoef je ook niet heen. En dat raad ik ook niemand aan om in herinneringen te gaan zitten. Je bent op een punt aangekomen dat je beseft, dit heeft geen zin en met de toekomst bezig zijn heeft ook geen zin. Je zoekt een bepaalde balans tussen hier zijn en de dingen laten gebeuren en je goed voelen binnenin jou. Wat past er werkelijk bij jou? Ik heb dit nooit eerder gedaan, maar ik ga nu even specifiek tegen vissen een reclame even maken voor mijn praktijk. Ik geef healingen en dit stuk is heel vaak naar voren gekomen van wat wil jij nou werkelijk? En binnen die sessie nog is iedereen daar uitgekomen. En dat ga jij ook. Onvoorwaardelijke liefde, dat is wat je hebt en dat is waar je voor wilt gaan. En je weet ergens, dat is eigenlijk het enige wat je hebt. Het heeft met religie te maken, de hoge priester. Het heeft met religie te maken. Het heeft, onvoorwaardelijke liefde. Dit is de hand van God die jou liefde aanbiedt, zou je kunnen zeggen. En mocht het woordje God niet zo lekker bij je vallen, noem het bron of voor mij betreft zelfs universum of wat dan ook. Maar dat je begrijpt dat ik een groter geheel bedoel. Ik heb het niet over liefde tussen twee persoonlijkheden. Niet tussen twee mensen. Niet op dit aardse niveau. Ik heb het over grotere liefde die in jou zit. Overdenk en healing. Check in elk van mijn website www.anamiek.nu. Mocht je een gevoel erbij krijgen, dan weet je me te vinden. En ik post deze clip op donderdag 27 februari. Over toekomst gesproken. En dan is er nog tijd op die dag en morgen en overmorgen ook nog om gebruik te maken van de poort zoals ik die gepubliceerd heb in een clip 22222. Gemakkelijke poort heet die. Hij staat bij mijn bonusclips. Ze verschijnen zo meteen hier. En als je hem al hebt gedaan, doe hem dan nog een keer. Of als je hem snel hebt gedaan, doe hem dan nu langzaam. Doe hem volledig. Pauzeer halverwege. Je kan hem niet fout doen, oké? Je kan hem niet fout doen. Ik ben daar bij je. En ik blijf daar bij je. Ja? Oké. En anders misschien de korte hartmeditatie. Als je die al ooit hebt gedaan, maak hem eigen. Staat ook in de bonusclips. Maak hem eigen. Dat je elke dag bij jezelf komt. Waar is de kaart? Dit gaat over jouw hart. De onvoorwaardelijke liefde zit in jouw hart. En vanuit de zachtheid in je hart kom je, als ik dat woord even mag gebruiken, bij God. Bij liefde. Bij liefde met de hoofdletter L. Zonder al het geneuzel van relaties en wensen en verlangens op het aardse niveau. Heftig. Maar ik weet dat je het aankan, maar je moet wel even de goede stap zetten. Die balans die is belangrijk voor je. Ja, en nogmaals, als je interesse hebt, de leeuwenclip is er ook nog voor je. Nou, dat is een boel huiswerk. Het is een boel thuiswerk, weet je. Het gaat om thuis, hier, om thuis. Thuiskomen. En ik gun het je. Ik gun het je. Dag lieve vissen. Tot de volgende week. Vergeet niet te abonneren. En als je het al hebt gedaan, dankjewel.